Het is de duurste kunstaankoop in Nederland ooit. Twee unieke schilderijen van Rembrandt. De huwelijksportretten van Maarten Solmans en Opjen Coppit. Nu zijn ze nog in het bezit van de steenrijke Franse bankiersfamilie Rothschild. Maar als het aan het kabinet ligt en het Rijksmuseum, komen ze terug naar Nederland. Het gaat wel wat kosten. 160 miljoen euro. Het is het kunstnieuws van het jaar. Dat deze 17e-eeuwse koopman en zijn vrouw na meer dan 100 jaar Frankrijk terug naar Nederland komen. Omdat het unieke portretten betreft die van de hand van Rembrandt zijn. Een periode waar niet veel van te zien is. En zeker niet op deze manier. De doeken worden ook wel de broer en zus genoemd van dit schilderij. De Nachtwacht. Omdat ze zo imposant zijn. Nachtwacht is een heel groot schilderij. En het steekt ook uit wat dat betreft. Dus qua schaal en ambitie is het heel... Zijn deze wel imposant. 2,10 meter hoog, dit portret van koopman Maarten Solmans. En nog veel belangrijker, hij staat er ten voeten uit op. En dat was eigenlijk voor koningen. Meestal stonden burgers er zo op. Het is een bestuur wat je hier aan het werk ziet. Ja. De twee portretten zijn statieportretten, maar van gewone Nederlanders. En welke gewone Nederlander houdt het in zijn hoofd om een portret ten voeten uit, van top tot teen, als statieportret opdracht te geven? Een beetje protserige types misschien, maar de regering is maar wat blij dat ze naar huis komen. Ze zijn nu in privébezit en we weten dat ze ook zomaar doorverkocht hadden kunnen worden aan een rijk iemand in China of een rijke oliesjeik. Maar ja, daar is wel 160 miljoen voor nodig. De helft voor rekening van de belastingbetaler. 2/3 van de reageerders op onze site vindt het bedrag belachelijk hoog. Het is wel een stevig prijs, maar unieke werken op de markt halen heel grote prijzen op dit moment. Ja, je kunt hem nou helemaal niet nog ergens anders bestellen. Absoluut niet. Volgens taxateurs zijn Opjen Coppit en haar man in prima staat. Al hangen ze niet zo beschermd als deze Rembrandts in het museum. Maar in een Parijs appartement. In de slaapkamer. En daar wordt ook het raam opengezet. Er hangt daar voor 160 miljoen in de slaapkamer. Nog meer. In Nederland worden ze trouwens geen eigendom van het Rijksmuseum. De Rembrandts worden in het hele land getoond. Verslaggever Geert Gordijn bij het Rijksmuseum. Ja, Geert, hoe is deze deal eigenlijk tot stand gekomen? Nou, Antoine, dat is eigenlijk best een heel spannend verhaal over onderhandelingen in het diepste geheim over deze twee kostbare doeken. Een tijdje geleden zong het al wel rond op de kunstmarkt dat deze doeken mogelijk te koop zouden worden aangeboden. Toen werd ook meteen bekend dat ze natuurlijk niet voor een prikkie weg zouden gaan. Een hele hoge prijskaart hangt hier aan. En dan moet de politiek bijspringen. En uiteindelijk zijn het de fractievoorzitters in de Tweede Kamer geweest die het initiatief hebben genomen om tot deze aankoop te komen. Bij het Mauritshuis hoeven ze niet lang na te denken als het verzoek komt of de fractievoorzitters van de grootste partijen hier bij elkaar kunnen komen om de koop te bespreken. Ik dacht meteen ja, wat betere plek. We zijn naast de Tweede Kamer. Het Mauritshuis is hier met al die prachtige schilderijen uit de 17e eeuw. Onder het oog van de oude meesters kijken de politici elkaar diep in de ogen. Ze zijn het er snel over eens dat ze zo'n buitenkans niet kunnen laten lopen. Politici zijn vaak verdeeld, maar in dit geval merkte ik een soort gevoel van dit is uniek, dit is voor Nederland, dit is Rembrandt en dit verbindt ons. Zo enthousiast als de fractievoorzitters binnen zijn, zo terughoudend zijn ze naar buiten toe. De PvdA en de VVD willen de koop pas toelichten als de Rembrandts in Nederland zijn. Het CDA geeft vandaag niet thuis. En de SP en GroenLinks die voelen er ook weinig voor om de koop nu toe te lichten. Dure kunstaankopen als deze zijn vaak omstreden. Op de aanschaf van de Victory Boogie Woogie in 1997 kwam al veel kritiek. Over de Rembrandts klinkt vandaag toch ook in Den Haag al een wanklank. Als je op dit moment een keuze moet maken en je ziet hoeveel mensen boven de 45 zonder werk zitten en hoeveel ouderen worden gekort, dan zou ik het geld nu toch echt anders willen besteden. In het Mauritshuis zijn ze wel blij en dromen er al van dat ze hier een keer komen te hangen. Heeft u al een plaatsje in gedachten? Ja, absoluut. Tussen al die andere meesterwerken. Ja, terug naar de verslaggever Geert Gordijn. Want Geert, het kabinet betaalt dus die ene helft, die 80 miljoen, en die andere... Ja, nou, die moet dan toch echt betaald gaan worden, zo heb ik mij laten vertellen, vooral door rijke particulieren. Dat gebeurt natuurlijk vaker met kunstaankopen. Het Rijksmuseum gaat dat allemaal organiseren. En alle mensen die ik vandaag spreek, die zeggen wel, daar hebben ze zoveel ervaring ook mee, dat er echt groot vertrouwen is dat dat geld er wel gaat komen. De vereniging Rembrandt heeft in ieder geval al toegezegd ook maximaal 5 miljoen te zullen bijdragen als dat nodig is. En ik zei net nog even, ze worden formeel geen eigendom van het Rijksmuseum. Wat ik daarmee vooral wil zeggen is dat ze
dus als ze straks naar Nederland komen echt eerst op tour gaan. Mensen hoeven niet vanuit heel Nederland hier naartoe te komen. De verwachting is wel dat ze uiteindelijk in het Rijksmuseum komen te hangen. Want ze worden, net zoals alle andere grote Rembrandts, opgenomen in de kunstcollectie van het Rijk. Oké, Geert Gordijn, dankjewel.